Hello and good Wednesday, January 31st, 2007. I'm Joanne and this is Rocket Boom. Today we return to Kenya, where Rocket Boom field correspondent Ruud Elmendorp covers a town pillaged by liquor trade business. Je zou zeggen dat wie in de sloppenwijk Madara woont het niet veel slechter kan treffen. Er wonen hier 300.000 mensen in huizen van afvalhout en metalen platen. Een riool is er niet, laat staan toiletten. Een huisvuil hoopt zich op langs deze dieper gelegen rivier. Toch kan het voor de bewoners van Madara nog slechter. Bij de laatste rellen tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn doden gevallen. En door brandstichting zijn veel huizen verwoest. De getroffen bewoners zitten nu tussen hun spullen op straat. Jared Otieno Ogada is een van hen. Hij raakte alles kwijt in de brand. I have my entire family here, right away. I have my entire family, but all my beddings, clothing and everything, including the business that the family relied on, went in fire. De aanleiding van de rellen dit keer zijn de illegale drankstokerijen, waaruit suiker en sterke drank wordt gedistilleerd. Het spul is erg populair omdat het goedkoop is. De ongeregeldheden braken uit nadat de drankstokers zogeheten beschermingsgeld niet meer konden betalen. Het is de ene bevolkingsgroep die dat vraagt van de andere. The majority of the people who are living here, they and they are living through that illicit brew. That's true. And since these people, they wanted a huge sum of money from those who brew this illicit brew, which was quite impossible. Mensen die hun huis kwijt zijn, blijven uit de sloppenwijk vertrekken. Jared Otieno neemt ons mee de sloppenwijk in. The area is Madara Valley, and so far where we are, we call Bondeni. What was here some weeks ago? There were houses occupied by human beings. And what happened? The opposing group came here and set the fire on the houses. This is what one time I called my house, where I am now standing. And when did it happen? On Sunday, at around midday. En zo zijn ongeveer 3000 bewoners getroffen. Ze hebben op straat nauwelijks bescherming meer en zijn vooral 's nachts slachtoffer van overvallen. Van hulporganisaties krijgen ze eten uitgereikt, maar dat kan gemakkelijk uitlopen op vechtpartijen. Het is voor Jared en zijn gezin maar afwachten wat er nu gaat gebeuren. We can't say anything as at now, but so far I believe that one time I'll have to settle or relocate myself somewhere else. Ruud Elmendorp, Nairobi, Kenia.